Ik moet bekennen, mensen, ik ben apetrots dat ik hier sta. Ik ben echt apetrots, omdat ik me zo goed realiseer waar ik vandaan kom. Ik bedoel, ik ben kind van een moeder die nog geen eens de lagere school kon afmaken. Die moest spruitjes plukken, overigens niet te eten, maar spruitjes plukken op het land. Dus toen ze 11 was, moest zij van school af. En in 1 generatie heeft ze mij voort weten te duwen tot de plek waar ik nu ben. Maar dat geldt voor al mijn familieleden. Zij heeft, haar kracht heeft, haar energie heeft ervoor gezorgd, zeg maar, dat ik hier nu sta, en dat vergeet ik nooit. En ook mijn zus Anneke. Ten tweede bedenk ik me ook heel goed, en dat maakt me ook trots. Kijk, mijn vader, net voordat hij doodging, toen hij 46 was, ik ben er bijna. Maar dat is een cynische spekman-grap. Maar net voor zijn dood schreef hij voor mijn partij tot het einde en maakte hij nog een kleine donatie over. Ik bedoel, dat maakt mij ook trots. Of mijn opa, die op 1913 de kleine afdeling Zevenhuizen van de SDAP oprichtte. Ik bedoel, veldman, vakarbeider, organiseert u. Ik ken het logboek, de eerste bladzijde uit mijn hoofd. Ik bedoel, dat is wel de Partij van de Arbeid en daar mag ik nu voor staan. En daar ben ik echt trots om. Het laatste. Het laatste wat mij echt vervult, ook van trots, is dat ik zoveel vertrouwen heb gekregen van jullie als leden. We zijn een ledendemocratie. Ik hou van de partij en ik hou van de ledendemocratie, omdat dat uiteindelijk de kracht van de partij bepaalt. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Beste mensen, als het gaat om mijn motivatie om voorzitter te worden, daar wil ik toch iets van vertellen. Ook hoe ik er persoonlijk in zit. Kijk, Tweede Kamerlid is geen strafcorvée. Dat is nou niet bepaald het geval. Dat is mooi werk. Maar ik heb de afgelopen tijd goed nagedacht over waar de Partij van de Arbeid moet staan en waar we naartoe moeten met elkaar. En ik heb gezien wat er gebeurt op dit moment in de Tweede Kamer, waar de rechtse wind waait. Ik heb de debatten meegemaakt, ik word nu door een hoop mensen daarop aangesproken, over de wet werk en bijstand, over de bijstandswet. En ik heb gezien wat daar gebeurde in die Kamerdebatten. 3 avonden en 3 nachten lang werd er gedebatteerd over een vreselijke wet. Waar kinderen, ik kreeg pas geleden weer een brief van een moeder, die doet ontzettend de best om aan het werk te komen, maar die staat ernaast. Die baalt ervan, die heeft 46 keer gesolliciteerd. Maar haar zoon is een jonge bouwvakker. En die jonge bouwvakker, die is 20 jaar. En die moet zijn hele salaris nu in gaan leveren omdat zijn moeder in de bijstand zit. Dat vind ik gruwelijk en dat kunnen wij als Partij van de Arbeid nooit accepteren. En tegelijkertijd zie je dat er nu 15.000 mensen, meer dan vorig jaar, jongeren, aan de zijlijn staan. We hebben een hartstikke zware tijd krijgen we tegemoet waar veel mensen buitenspel komt te staan. En het kabinet doet niks aan werk, doet niks aan kansen bieden en kijkt alleen maar. En wij moeten weer een kracht gaan vormen met elkaar als Partij van de Arbeid. En dat wil ik. Een kracht die zo groot en sterk is dat we een verschil kunnen maken in dit land. Voor de mensen waar het om gaat, voor die bouwvakker, maar voor alle mensen die er op dit moment naast staan. Beste mensen, mijn motivatie komt gewoon simpel dus uit dat soort mensen. Uit dat soort gezichten. Politiek gaat om mensen. Dat raakt mensen. En dat is ook de opgave die ik voel voor de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid moet weer een krachtige partij zijn die tussen de mensen staat. Daar middenin. Het is een brede volkspartij en dat zal het ook altijd blijven. En daar werken wij aan. En beste mensen, partijgenoten, de Partij van de Arbeid is links. Laten we daar nou niet ingewikkeld over doen. Onze idealen zijn volgens mij al 100 jaar hetzelfde. Ik heb het nog eens nagelezen in die oude logboeken van mijn opa. Dat is toch gewoon simpelweg het bestrijden van onrecht. En het staan voor eerlijke kansen en gelijke eerlijke verdeling van van inkomen, kennis en zeggenschap. Ja. Ik bedoel, dat is de core business van de Partij van de Arbeid. En dat moeten we invullen in deze nieuwe tijd. En dat kunnen we met elkaar als we dat vastberaden, strijdbaar, standvastig en toekomstgericht doen. En dat gaan we doen met elkaar.
Wat mij betreft zijn er nog drie punten, vind ik, van belang voor ons als Partij van de Arbeid. Dat gaat over de inzet die we met z'n allen moeten plegen. De opgave is helder, maar de inzet. Ik wil een drietal punten wil ik echt realiseren met elkaar. Als eerste wil ik echt dat wij binnen een jaar hier weer zitten met elkaar. Of misschien in een andere zaal. Hoewel ik bossenbollen wel erg aantrekkelijk vind. Ik was voor bossenbollen en niet voor worstenbroodjes. Minderheid. Maar ik hoop dat iedereen ze wel 's middags lust. Maar ik hoop dat we er dan weer zitten bij elkaar om een programma te bespreken wat we met elkaar echt als partij gaan maken en dat is de partij linksom uit de crisis. Ik vind dat zo cruciaal omdat ik zie dat op dit moment de snelle heren van het snelle geld wel heel veel macht hebben. En ook macht weghalen bij de politiek. Want wat er nu gebeurt ook internationaal en ook in Europa is het de vraag of zelfs die wanpresterende minister-presidenten van heel veel landen niet overvleugeld nog eens worden door de snelle heren van de hedge funds die met hun anonieme geldmachines er eigenlijk voor zorgen dat we met z'n allen politiek gegijzeld worden. Wij gaan ons uit die gijzeling vechten en wij gaan komen met een aanvallend plan linksom uit de crisis. Een tweede punt, partijgenoten, wat ik ontzettend belangrijk vind, is ik wil een einde maken aan de machteloze politiek die we soms hebben naar de instituties toe. En wij hebben veel kracht daarvoor in de partij. Ik zie het aan de wethouders zoals Otwin van Dijk, zoals Rinda de Beste, zoals Loes Iepema, zoals Lodewijk Asscher. Die zeggen niet op een gegeven moment als het onderwijs slecht is, ik ga er niet over. Maar die zeggen nee, ik ga er wel over, want dat zijn de kinderen in mijn stad, in mijn land. En ik ga zorgen dat die kinderen beter onderwijs krijgen. Dat is de Partij van de Arbeid die ik graag zie. Activistisch, erbovenop, nooit genoegen nemen, met wegkijken van ik ga er niet over. Nee, we gaan er wel over. We zijn een politieke partij. En wij horen daarover te gaan als het onderwijs niet goed is, als de volksgezondheid zeg maar onder druk staat en als de sociale zekerheid niet zeker genoeg is. Wij zijn de partij die dat aanpakken en dat gaan verbeteren. Beste mensen, ja, ik ben niet van de poenerige protserigheid. Aan poenerige protserigheid heb ik al helemaal een hekel. Maar ik heb ook weer niks, dan laat dat ook helder zijn, tegen iemand die gewoon ontzettend goed verdient als self-made man. Ik bedoel, daar ga ik voor op mijn knietjes. Ik ben blij dat er dat soort creativiteit ook is in het land. Dat wil ik ook gezegd hebben. Maar waar ik een hekel aan heb, is als er te veel gebeurt in de publieke sector. En of als het gebeurt over de rug van de ander, zoals bij die hedge funds. Dat moeten we volgens mij kanaliseren in alle anderen. Iedere ondernemer is hartstikke welkom en veel geld verdienen voor die mensen vind ik ook niks mis mee. Het derde en laatste agendapunt, wij moeten weer een partij willen zijn die tussen de mensen staat. Daarvoor vind ik het zo belangrijk dat we activistische partij worden. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we weer het aloude ombudswerk hebben. Ooit, 5 jaar geleden begon ik, is een tijdje geleden. Voor mijn ene zoontje is het wel ooit. Maar voor mij eigenlijk niet meer, hè. Maar 5 jaar geleden zeg maar, begon ik het ombudswerk weer vanuit de Kamer op te starten. En gisteren was ik in Wolvenga. En daar is een nieuw ombudsteam gestart met 13 PvdA'ers die er allemaal in zitten. Allemaal vanuit hun eigen perspectief en allemaal vanuit hun eigen kennis. En daar ben ik hartstikke trots op dat ik dat weer mag openen in Wolvenga. En ik wil dus overal in het land ombudsteams hebben. Want wij moeten weer de partij zijn die als eerste weten wat er niet deugt in het land. En zo mensen kunnen helpen, dat is de ambitie die de Partij van de Arbeid moet hebben. En dat zit, partijgenoten, niet alleen in het ombudswerk. Dat zit ook in andere manieren soms van politiek bedrijven. Er is net een stemming geweest over een motie. En ik realiseer me heel goed dat er tegenstanders zijn. Maar we moeten durven te stappen in een nieuwe wereld als Partij van de Arbeid. En niet alleen de leden, zeg maar, vertrouwen. Maar ook weer proberen andere mensen bij die Partij van de Arbeid te betrekken. En daarvoor open te staan. Ik vind dat cruciaal voor onze partij als sociaal-democratische beweging. 54.000 leden is mooi. 100.000 leden mensen is echt veel beter. Partijgenoten, tot slot wat mij betreft
Ik geloof in de Partij van de Arbeid. Ik denk dat we met elkaar weer van de Partij van de Arbeid een krachtige partij kunnen maken die midden in de samenleving staat, die tussen de mensen staat. Wij gaan het verschil maken. Wij gaan niet alleen maar bezig zijn met het leven van alle dag beter te maken, maar we gaan ook weer de macht terugveroveren op de mensen die het nu veel te veel voor het zeggen hebben. Dat is de opdracht van de Partij van de Arbeid. Een linkse, brede volkspartij. En daar ben ik van. En daar zijn jullie van. APPLAUS.